Jorge Lekes als een van de bekendere toeschouwers hier met ook nog Ivic en Remo goed als in de goed gevulde tribunes. Lierse coach Walter Meeuws heeft zijn ploeg grondig gewijzigd. 4 nieuwe namen ten opzichte van vorige week. Huismans met Haagdoren in de spits. Gavens begint op de bank. In het middenveld nemen Stebel en Leen de plaats in van Cerneels en Laremans. Bij Aalst is spits De Oliveira toch spelklaar geraakt. Dirk Daalmans vervangt Peter van der Rijden die in extremis geblesseerd is uitgevallen. De scheidsrechter is Jackie Caranta. Haagdoren in duel met Mukanya. Stebel zat ertussen en Brokke heeft de ruimte. Als het sneller gaat, Brokke met de voorzet. Huismans stond helemaal vrij en Brokke probeert de Haagdoren te bereiken. Stebel, Brokke en Huistra. Goeie paas, Stebel met de voorzet. Daar komt Huistra. Het was Haagdoren, hier is Huistra. Maar een echte kans zat er niet in, tenzij Brokke er nog eentje van maakt. Hans Somers, eerste bal tussen de doelpalen. We zijn 7 minuten aan het spelen. Timmerman, Meijsen naar Davy Koreman die heel diep speelt. Daar is Thibaut. Schiet een goede kans over. Brokke voorbij Frank Leen. Die dikwijls diep moet terugvallen. Nu Brokke met de voorzet. Huistra kan hem wel onder controle krijgen met Van den Bossen nog voor zich. Stebel, knap gedaan, goede schijnbeweging, het schot. En Van der Wallen reageerde nauwelijks. Maar de bal ging ook naast. Meijsen. De voeten van Daams. Huistra weet dat Daams doorloopt. De voorzet. Nooijwegen geeft hij in de loop van Somers. En daar is Haagdoren en de goal. 0-1 voor Lierse en het is niet eens onverdiend. 20e minuut. Slecht uitverdedigen van Hooijwegen. Somers blijft rustig en Haagdoren met het hoofd door de benen van der Wallen. Lierse op voorsprong. Haagdoren legt de bal klaar voor een hoekschop. Met nog een minuut of 9 te gaan voor de rust. Van Meijer. Het scheelde niet veel. Hij maakte er al 8, Erik van Meijer. Meijsen. Koreman van de bal gezet door Leen. Vaak moeilijk in de wedstrijd, Davy Koreman. Stebel wel als regisseur. En daar is Daams weer met een van zijn reeds. Haastra, de redding van der Wallen. En dan de goal, Huismans. 3 minuten voor de rust. En Lierse, de beste ploeg. Ontegensprekelijk. Daams, Huistra dan uiteindelijk met een prima save van der Wallen. En dan Dirk Huismans met ondertussen zijn 5e al dit seizoen. Hansen even in beeld bij de aftrap daar van Eendracht Aalst. Hij komt bij de rust Harald Meijsen vervangen die niet echt goed in de wedstrijd zat en geïrriteerd was geraakt ook. Van Hooijwegen, Sammy van den Bossen nu. Hier slaat Aalst niet zoveel in zijn spel komen. Hansen tot bij Thibaut, goed aan de tweede helft begonnen. Koreman. De bal blijft er hangen. Uiteindelijk Menzo, wat doet hij? Daams nog heel even en dan de goal. Van Davy Koreman. Wat was dat knullig verdedigen van Lierse. Ook van Menzo. Koreman daar en dan Hansen, maar dan bleef die bal daar in het pak steken. Sekiladze heel even met zijn voet en dan kon Menzo niet pakken. Uiteindelijk Daams en dan Koreman van dichtbij in de goal. 1-2, 10e minuut, tweede helft. Leen schipte daar goed. En de korte combinaties, daarin zijn ze bij Lierse de meerdere van Aalst. Stebel laat de bal, Somers en Brokke. Het is 1-3. Een uur ver in de wedstrijd. Stebel als aangever,
Somers kon hem er ook in leggen, maar liet de bal dan uiteindelijk voor zijn kapitein. En die maakt zijn derde van het seizoen. En hier is ze weer twee doelpunten afstand genomen. Aardoren met de hoekschop. Somers klimt. En dan Brokken. We weten allemaal dat hij een stevige trap in huis heeft. Voorzet weggekopt door Daams. Hansen. En dan de kans voor Thibaut. Menzo, goed plat. Pech voor Aalst. Een kans die echt uit de lucht kwam vallen door die mistrap van Hansen. Thibaut plots met de ruimte. Menzo stopte gepast. Daams gooit voorbij bij Stebel. Daams krijgt de bal voor. En niemand van hier is in de buurt van de plaats waar die bal viel. Chekilov is weer goed voor zijn man gekomen. Somers krijgt hem tot bij Brokken. Huismans. Via de paal de kans weg. Toch nog een leuke wedstrijd hier op Eendracht Aalst. Met weer een goede mogelijkheid voor Lierse. Goed halfweg de tweede helft. Haagdoren. Ineens goed doorgespeeld voor Huismans. Die tikt alleen op Van de Wallen af en scoort. Het is 1-4. Een klein kwartier van het einde. En Huismans, zijn tweede van de middag. Hij zit nu aan 6. Prachtig gelanceerd door Haagdoren, terwijl Lierse helemaal ingedrukt was. Maar op de counter Van de Wallen voor de vierde keer geklopt. En hij wordt al zo bedreigd door de Lierse supporters hier. En dan nog 4 goals tegen krijgen. Huistra, goede doorsteekbal voor Somers met alleen Moukanya nog voor zich. Philippe Daams. Komt terug. Stebel. Waarom niet zelf proberen? Van de Wallen met de vuisten. Kavens pikt die bal daar nog op. Van Hooijwegen in de rug. Hakje. En toch nog eerst op de bal. Somers. Loopt zich vast daar met Kavens. Waarom schiet die bal er is niet in? Haagdoren, hij probeerde het tenminste. En Van de Wallen kon zich nog eens onderscheiden in een wedstrijd die afgelopen lijkt. Maar misschien kan er hier of daar nog wel een goaltje vallen. Voorlopig geen vijfde voor Lierse. Stebel, Menzo. De wedstrijd deint langzaam uit. En Caranta maakt er een einde aan. Eindelijk de eerste zege van Lierse buitenshuis. En het is oververdiend. Het haalde het hier op Aalst met 1-4. De zwakke prestatie van vandaag. Ik denk ook, we hebben een goede reeks neergezet. 8 wedstrijden zonder te verliezen. Ja, en nu een kleine terugval. Was het te verwachten of niet? Een klein beetje tekort aan ervaring in de ploeg. Ik weet het niet. Maar ik had het zo gezegd ook verwacht. Het is nu gewoon om onze maturiteit proberen op veld terug te draaien en met beide voeten om de grond te blijven. Lekker werken op training en ik denk gewoon dat we dan terugkomen.